Gisteren ben ik weer begonnen met het mondkapje. Vanwege het nieuws wat je op de televisie ziet. En zelfs Trump gaat er weer aan beginnen. Mondkapjes zijn in Nederland alleen verplicht in het openbaar vervoer. Maar toch draagt een aantal Amsterdammers ze ook op andere plekken. MKB Amsterdam, dat voor de belangen van ondernemers opkomt, hoopt dat dit beeld gebruikelijker wordt. Voorzitter Bart Drent wil dat de mondkapjes straks ook gedragen worden op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet lukt. Ten eerste willen we natuurlijk voorkomen dat er weer mensen ziek worden en daar ook aan doodgaan. Dat is natuurlijk het allergrootste wat we willen voorkomen. En verder willen we natuurlijk ook niet dat er een lockdown komt, want dat is een funest voor heel veel winkels en heel veel bedrijven en voor horeca in het bijzonder. Winkeliers in de Kalverstraat deden gisteren al een oproep om in hun straat de mondkapjes te verplichten. Drent steunt die oproep en wil dus dat het op meer plekken in de stad gebeurt. Hij hoopt dat de gemeente of landelijke overheid over ongeveer 2 weken de mondkapjes op alle drukke plekken, zowel op straat als binnen, verplicht. Dat vind ik wel een goed idee. En vooral omdat het coronavirus nog niet voorbij is. En het, zoals het nu is, wordt het weer een beetje erger. Het is belangrijk voor mij, voor mijn gezin en voor iedereen. Dat is heel belangrijk. Ik ben het me terdege bewust, de hele crisis. Maar ik zou graag zelf dat willen bepalen. Drent erkent dat er waarschijnlijk ook ondernemers tegen de mondkapjesplicht zullen zijn. Maar zegt dat als je de voor- en nadelen van de opties afweegt, dit de meest verstandige optie is. Ik zelf ben ook helemaal niet zo'n grote fan van zo'n mondkapje, dus ik heb daar ook een zekere afkeer van. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat als je wilt voorkomen dat mensen ziek worden, dat jij zelf ziek wordt, dat je andere mensen ziek maakt, ja, dan zul je voorbehoedsmiddelen moeten dragen. Dat is een kwestie van wennen. En als je er helemaal aan gewend bent, dan valt het ook wel heel erg mee. En is het eigenlijk een maatregel die heel goed te overzien is en veel minder ver gaat dan sommige andere maatregelen die misschien wel nodig zijn.